Verschillende brugwachtershuisjes in de stad worden sinds enkele jaren ingericht als tijdelijke tentoonstellingsruimte. Zo ook het brugwachtershuisje van de Riedijksbrug, waar een heuse kapel is ingericht. Het is een inrichting in het kader van Sint Budok. Dat is de beschermheilige van vissers, schipbreukelingen en strandjutters. En die thema's gebruik ik om het hokje in te richten. Ik heb wat jutterswerk ingericht een paar weken geleden. En nu is de beurt aan de Nederlandse Reddingsdienst, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Omdat dat met schipbreukelingen te maken heeft. Zo'n beschermheilige, heeft die nou echt geleefd? Of is hij dat... Ja, het is zeker een historisch figuur. Hij is bisschop geworden in Bretagne later. Dus het is wel een bestaand figuur. Ja, en hoe komt het dan dat hij op een gegeven moment jouw beschermheilige werd van de strandjutters, de vissers, de drenkelingen? Ja, omdat hij als drenkeling in zijn jeugd is aangespoeld. Dan wordt het daarmee verbonden. Wat heeft u met water? Ik ben scheepsbouwer van beroep geweest. Ik ben enthousiast zeiler. En ik vind de reddingsdienst een prachtige organisatie. Dat vrijwillig draait op donaties. En dat de mannen wat ze mee bezig zijn laten liggen en erop uittrekken om de drenkelingen te redden. Met het gebruik maken van een brugwachtershuisje als tentoonstellingsruimte loop je wel tegen de nodige beperkingen op. Dit is nooit gebouwd voor een brugwachter. Oké, want hij wordt op afstand bediend, deze brug? Deze wordt op afstand bediend. En als er een storing is in de afstandsbediening, dan moet ze hier met het console natuurlijk nog wel kunnen werken. Ja, zo'n huisje heeft dus voor u als beeldend kunstenaar toch ook wel weer zijn beperkingen. Ja, ik sta op een luik waar de machinekamer onder zit. Daar mag ik niks neerzetten, dus vandaar dat de pop hier staat en de drenkeling aan die kant. Ja, soms kan ik moet dingen ophangen en wel het zicht vrij houden, want degene die hier komt werken, die moet dan wel kunnen zien wat hij doet. De pop, wat is dat voor een pop? Het is een oud reddingspak van de vorige versie. Ze hebben tegenwoordig nieuwe reddingspakken, maar dit staat dan klaar voor publiciteitsdoeleinden. Ik kon hem lenen een paar weken. Deze expositie die is kortdurend, hè? Dus alle exposities zijn zo'n 3 weken. Dat is een mooie tijd. Mensen vragen, ook als ze hier langslopen, goh, ben je weer aan het wisselen? Dus men kijkt er wel steeds naar en verwacht dan van tijd tot tijd weer wat nieuws. Het mooiste is dat het in de nautische hoek zit. Maar ja, als iemand zegt, ik heb een hele leuke verzameling, dan kan dat hier ook ingericht worden. Ja, dus als mensen spulletjes hebben waarvan ze denken, nou, dat is misschien een moeite waard. Ja, zeker. Dat is eigenlijk wel de bedoeling. Het is leuk om te doen, maar ja, om de 3 weken weer wat verzinnen, dat hou ik ook niet altijd vol. Dus bij deze een oproep? Bij deze een oproep, zeker. Ja, als mensen een leuke verzameling hebben en dan liever in de nautische, de maritieme kant, het varensbedrijf, dan is dat leuk om dat hier te exposeren.